En dan zie ik de meneer van Koot hier staan, heb ik altijd de neiging, ik denk, ga ik het doen of ga ik het niet, ik doe het gewoon wel. Heeft u nog nieuwe boeken? Zeker. Ik wil nog even onderbreken. Ben ik ongelooflijk trots dat ik u vandaag hier van harte welkom mag heten bij de eerste viering, want we gaan het op meerdere plaatsen, maar de eerste viering van 50 jaar Boekhandel de Slechte in Vlaanderen. De combinatie dump en schatkamer maakt dat de slechte iemands habitat kan blijven, van groentje tot grijsaard. Jij zult andermans vrouw niet pimpen, jij zult niemand naakt van een met schuurpapier beklede glijbaan dwingen. Wat zoekt u? Vroeg me een mannetje dat nog het meest van een boekhouder weg had, gestreept gilet, potlood achter het door, dat soort werk. Een boek, zei ik. Wanneer ze ondertussen kreunend uitroept dat ze haar lenigheid, de kopstand, oefent voor later, wanneer na haar dood de as in een houten zandloper moet, testamentair vastgelegd, zodat ze dan eeuwig op mijn salontafel beweegt. Ken je die van de Andy die zijn vrouw bedroog met twee Zweedse broers, Lars en extra Lars? Ik besloot de slechte de rest van mijn leven te boycotten. Het spoor dat moet verdwijnen loopt hier nog achter haar voeten. En ik zie haar nog. Niet die haar was, maar die ze is. Het moeilijkst te volgen. En het snelste uitgewist. Hij zei, wat een cool, vet monster is dat. Dit is Troost de Hysterische Robot van Lucebert. Maar ook op tafel, omdat ik daarmee bezig was, lag werk van Klaus. En dit Cobra Museum zag zo open, lag zo op. En hij zei, deze is nog vetter cool. Is dat soms een broer van het andere monster? En ik dacht, kijk, zo heeft Cobra het bedoeld, die kinderblik. Een boekhandelaar vertelde me dat hij een inkoper van de slechte had gespot, wegschouwend met twee plastic tassen vol bundels. Met trots kon ik op dat moment zeggen dat ik de eerste Nederlandse schrijver was die al op de ochtend van het verschijnen van zijn boek bij de slechte lag. En wij, Hugo Claus adepten, zeiden dus niet tegen een meisje op de middelbare school, wat heb jij prachtige lange benen, maar wij vroegen, mag ik knielen om het geurend dier tussen uw lederzachte knieën te bewonderen? Oh, op die manier, zei zo'n meisje. De firma De Slechte is wel eens beschouwd als de putjeschepper onder de boekhandels, dames en heren. Maar vandaag, eveneens een halve eeuw later, wordt het tegendeel weer eens bewezen. De goedkoopste, de best gesorteerde, de meest veelzijdige en meest verrassende boekhandel is en blijft De Slechte. Zoals Hugo Claus de rijkste, overcompleetste, meest veelzijdige en verrassendste schrijver van België was. Er is nog één ding waar we niks over verteld hebben, maar misschien hebt u het al wel gezien. Het hangt bijvoorbeeld daar aan de muur. We weten natuurlijk, Gerrit Komrij, dat is een boekenjager. Naar hoeveel ik wel mag streven, 1 miljoen. Dat is pas knap. Prinsen wil me nu vergeven. Ik moet ijlings weer op stap. 1 boek meer dan ik zo even nog bezat. Dat is pas leven. Dank u. Dan ga ik door, mevrouw. Dank u wel.